En het nieuw bestuur van het Surinaam Standaardenbureau SSB is gisteren geïnstalleerd door de minister van Handel, Industrie en Toerisme, Ferdinand Welzijn. Danielle Sumper is de voorzitter. Het nieuw bestuur staat uit 18 personen uit de private en publieke sector. Minister Welzijn gaf het nieuwbakken bestuur mee dat er veel werk aan de winkel is. Echter kan het SSB niet alle werk om controle uit te oefenen op handelaren en winkeliers aan, zegt Welzijn. Ik wil ook nog aangeven dat er veel van u zal worden verwacht dat u dat werk dat in de afgelopen periode is blijven liggen, dat u dit zult oppakken. Er is een achterstand en we hopen in ieder geval dat u zo snel mogelijk aan het ministerie kunt rapporteren wat uw bevindingen zijn qua achterstand en dat wij dan het traject zo snel als mogelijk voortzetten. De minister vatte de taken van het bestuur samen en wat er van hen verwacht wordt in de komende periode. Ik maak van deze gelegenheid gebruik om aan te geven dat in de komende periode het bestuur mede zal helpen om invulling te geven, uitvoering te geven aan de wet bedrijven en beroepen. Omdat volgens deze wet er een aantal specifieke taken zijn weggelegd in de relatie tussen de overheid en de ondernemers die bedrijven en beroepen zullen opzetten. Het proces van vergunningen zal in grote lijnen worden verlaten. Bedrijven zullen worden gecertificeerd en in dat kader zal het bestuur de taak hebben om standaarden te maken waaraan zo een bedrijf zal moeten voldoen. Een bedrijf zal dus alleen gecertificeerd zijn wanneer die voldoet aan de eisen zoals door onder andere door het bureau standaarden worden aangegeven. Dat is dus minister Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie en Toerisme. Hij sprak gistermiddag na de installatie van het nieuw bestuur van het Surinaam Standaardenbureau, de SSB.